Het duurt nog maar minder dan een maand tot eindelijk het tweede deel van Black Panther uitkomt met de titel Black Panther Wakanda Forever. En vandaag gaan we samen kijken naar de trailer. Welkom bij alweer de allereerste aflevering van het derde seizoen van de serie waarin ik reageer op random dingen die ik tegenkom op het internet. En ik heb al gereageerd op de trailer van Spider-Man No Way Home. But you botched that spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man. We started getting some visitors. Ik heb gereageerd op de trailer van Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Every night, I dream the same dream. And then... the nightmare begins. En nu vandaag ga ik reageren op de trailer van de nieuwe Black Panther film Wakanda Forever. Laten we meteen gaan kijken. En we beginnen door te kijken naar de teaser die al iets langer geleden online is gekomen. En daarna gaan we samen kijken naar de trailer. Superleuk. No woman, no cry. No woman, no cry. Little darling, don't shed no tear. No woman, no cry. Good friends we have, and good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your teeth, I say. Als je kijkt naar de teaser, dan vallen je een paar dingen op. Natuurlijk komen alle mensen terug waarvan je denkt, hé, die zouden waarschijnlijk wel terugkomen. Een beetje alle mensen uit de vorige Black Panther film, op natuurlijk destijds de hoofdrol na. Verder zien we dat Martin Freeman weer terugkomt als zijn karakter van Everett K. Ross. We zien de allereerste beelden van Ironheart, wat de vervanger een soort van wordt van Iron Man. Dus weer iemand in een suit, maar dan waarschijnlijk in een veel technologischer ontwikkeld suit dan Iron Man destijds. Omdat het natuurlijk volledig afspeelt in Wakanda. En dat is veel vooruitstrevender dan Amerika natuurlijk. En zo zie je al net een beetje wie er voor gaan komen, maar nog niet precies waar het verhaal heen gaat. En daarvoor hebben we gelukkig nog de trailer. Het viel me trouwens wel op dat ze het liedje gebruikte No Woman, No Cry van Bob Marley. En dan moet ik altijd denken aan dit fragmentje uit The Office. I was kind of sad at first, but then I remembered that Bob Marley song. No Woman, No Cry. En dan gaan we snel door naar het kijken van de tweede trailer. De echte trailer, de officiële trailer.
only the most broken people. Leaders. Hey, fit team can do mushini napi. Yeah. Ponce Tonyanto, mushini wimaki. Engineer at Tokotela Wafi. His people did not call him general or king. They called him Kukulkan, the feather serpent god. Killing him will risk eternal war. He's coming for the surface world. We know what you whisper. They have lost their protector. Them who we are. Okay, in de tweede trailer zien we een stuk meer actie terug. Dat komt waarschijnlijk omdat het natuurlijk echt de actietrailer is, de officiële trailer. Wat je heel erg terugziet is die opbouw, die zag je ook in de teaser, van dat het langzaam opbouwt naar dat stuk waarin ze roept van I am queen of the most powerful nation on earth. I am queen of the most powerful nation in the world. And my entire family is gone. Have I not given everything? Hier heb je eigenlijk datzelfde, maar dan bouwt het op naar de zin show them who we are. Show them who we are. En als de Wakandians dat zeggen, is het natuurlijk het allergevaarlijkst, want zij zijn een soort van het machtigste land van de wereld. Dus ik heb hier ontzettend veel zin om de film te kijken. Je ziet heel erg goed door meteen dat de nieuwe Black Panther Shuri is, omdat die stippeltjes die zij op haar huid had in de film Infinity War, die zie je dus hier ook terug op het Black Panther kostuum zelf. Je ziet de eerste beelden van Ironheart ook weer. Dus dat is ook heel cool. Je ziet daar die enorme scène de hele tijd op dat vrachtschip, waarvan je dus denkt van die scène op dat vrachtschip wordt heel belangrijk, denk ik. En verder ziet de trailer er gewoon ontzettend goed uit. Het geeft niet genoeg weg van de verhaallijn, maar het geeft ook niet niks weg van de verhaallijn. Ik vind het heel cool hoe ze in de trailer zeggen if we kill him, it will cause eternal war. Killing him will risk eternal war. En dat doet mij denken aan in Loki zegt Kang uiteindelijk if you kill me, you will cause multiversal war. Dus er is een soort opbouw richting oorlog gaande, die misschien of al een oorlog in deze film bedoelt, of een oorlog die later komt in hetzelfde universum. Wat beide ontzettend spannend zou zijn natuurlijk. Nu heb ik nog een paar theorietjes, want het is natuurlijk leuk als jullie weggaan van deze video met een paar nieuwe Black Panther theorieën. Mijn theorie 1 is dat Bucky Barnes, a.k.a. de Winter Soldier, voor gaat komen in deze film. Want in de vorige Black Panther film kwam hij ook voor, maar alleen in de end credits scène. Want de scène is die nog na de credits plaatsvindt. En dat was deze scène. Good morning, Sergeant Barnes. Bucky. How are you feeling? Good. Thank you. Come. Much more for you to learn. En nu denk ik,
zou toch raar zijn als Bucky hier niet in zou zitten. Je ziet in The Falcon and the Winter Soldier, de serie, zie je dat hij in contact is met de Wakandians. Hij was in Infinity War in Wakanda. Dat is ook die plek waar hij toen weggeblipt werd. Ik denk niet dat ik nog spoilers hoef te zeggen, zowel jammer dan. Ik kan me echt niet voorstellen dat hij niet een klein rolletje heeft in de film. Dat is nog niet geconfirmed, maar dat is wel gewoon mijn grote hoop, want het is een van mijn favoriete karakters sowieso. En dan nog voor de mensen die afgelopen donderdag de allerlaatste aflevering van She-Hulk hebben gezien. Daarin zag je een stukje dat She-Hulk kwam bij Kevin, waarin Kevin zegt, oh ja, al onze special effect mensen zijn door naar een ander project. En dan komt die Wakandan muziek ook weer op. Dat is hier. But wait until the camera is off you. The visual effects team has moved on to another project. Okay. En dat vind ik ook gewoon een heel leuk detail. Omdat je heel erg merkt dat deze film echt een hele ontwikkelde film wordt. Er komt echt een verhaal in. Het is een hele lange film. Hij duurt 2:03. Maar ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat ze er echt een goed verhaal in doen. Want de vorige Black Panther film had ook een soort van 3-4 verhaallijnen in de hele film. En dat was best wel heel cool. Dus ik heb gewoon ontzettend veel zin om deze film te gaan kijken. Hij is 11 november uit in de bioscoop. Ik ben zelf niet iemand die dan zo zit van, nou, ik moet er per se 11 november zitten bij de première. Dus ik heb een goede vriend van mij geappt of wij 12 november trouwens. 12 november kunnen gaan samen. Wat één dag nadat die uitkomt in Nederland is. Maar dat lijkt me heel leuk. Dus ik hoop heel erg dat dat goed gaat. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Laat zeker weten of jullie van plan zijn om naar Black Panther Wakanda Forever de film te gaan. Ik ben hartstikke benieuwd of ik jullie overtuigd heb door deze video. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week woensdag weer met een goed nieuwe video. Als het een beetje lukt met mijn rechtenstudie. Geen aanrader. Grapje, het is leuk, maar het is wel veel werk. Joejoe!